Bist. Der Robot seni verlangt. En ik heb geprobeerd in elkaar te knutselen, maar het lukt me echt niet. En dan heb ik gevraagd aan Lieselot welke slimme klas zou mij kunnen helpen. En zij zei onmiddellijk, natuurlijk, die klas van meester Gino zal dat wel kunnen. En mijn vraag is naar jullie, willen jullie mij helpen? Ja! Zeker? Ja! Dan benoem ik jullie allemaal tot medewetenschapper in de ruimtebiologie. En ik weet daar alles van, maar ik weet ook alles over de bibliologie. En welk woordje hoor je daarin? In bibliologie? Bibliologie. De bibliotheek. Bibliotheek. Dus ik weet al alles over de ruimte en ik weet alles over de bibliotheek. Lezer. En weten jullie wat een lezer is? Ja. Iemand die leest. Dus jullie zijn de lezers. Waarom is het hier zo rumoerig? Waar zijn zij terechtgekomen? Waar zijn ze terechtgekomen? Waar zitten we hier? In de bibliotheek van Brugge. In de bibliotheek van Brugge, robot? Aarde, bibliotheek. Wat is dat? Ik ben Punto. En dit is mijn kameraad Emo. Wij komen van de planeet Emo. Ik zal de eerste vraag stellen. Oké, Emo. Op welke planeet leven de vleeswezens? Ja, Emo. Er was hier een team en zij hadden deze missie. Op welke planeet leven de vleeswezens? Was het jullie team? Jullie moeten recht staan. Sta maar voor mijn bord en kijk maar naar Emo en Punto. Maar je rug naar het bord staan. Ja, sta maar naast elkaar. Een klein beetje opschuiven. Ja. Goed. Nou, naast elkaar. En hier maar een antwoord aan Emo. Op welke planeet leven de vleeswezens? Op aarde. Op aarde, Emo. Aarde. Hoera. Interessant. Dat is heel interessant. Vind je het leuk op je werk? Ik vind het eigenlijk superleuk op mijn werk. Want ik werk niet alleen in de bib van Sint-Pieters. Ik werk ook hier in de grote bib. Anders was ik hier vandaag niet. En weten jullie hoe lang ik al in de bib werk? Nee. Dat is een moeilijke vraag, hè? Ik denk 20 jaar. 20 jaar? Ja. Een klein beetje minder. 17 jaar. Ja. En bijna 3 jaar bij jullie op Sint-Pieters. En ik vind het daar super leuk. Vinden jullie het leuk in de bib? Ja! Zie je iets verschijnen? Ja. Samson? Ja. Het kriebelt iets in je buik. Het kriebelt in je buik, Emo? Ja. USB, ik ken daar iets van. Ja, dat is een van mijn formules. December. Ja. Ik ga erop klikken. Ja, Emo, de transformatie is gelukt. Gelukt? Ja. De transformatie is gelukt. Ja, Emo. Er is een foto doorgekomen van het team. Vertel eens aan Punto en Emo, wat hebben jullie gefotografeerd? Dit is de balie waar ik aan boeken en groen. Ja. Zijn jullie nu aan het maken? Een kip. Want dat is wel heel mooi. Heel belangrijk moment. Punto en Emo, is de klas van meester Gino geslaagd of niet geslaagd in deze wetenschappelijke robotmissie? Al de leuke kinderen en de leuke meester zijn geslaagd. Ja! Ik vond het zo leuk dat in het begin, toen ik aan dat knopje draaide, toen was ik zo echt geschrokken.
En ik vond het leuk, dat de robots er waren, maar bij hem was ik zo zenuwachtig wat er in het lab was. En ik vond het zo leuk om de opdrachten te doen.